Het Nationaal Jeugdparlement zal zijn plannen, zorgpunten en voorstellen op papier zetten en die bij de volgende ontmoeting aan de regering presenteren. Dit deelde Yvuel Alberg, voorzitter media van het Jeugdparlement, gisteren mee na het gesprek met regeringsvertegenwoordigers op het presidentieel paleis. Dit eerste gesprek is niet geheel volgens planning verlopen, omdat Lothar Boksteen, die een presentatie moest verzorgen, eerder moest vertrekken. Het Jeugdparlement heeft verder tijdens de ontmoeting, die Alberg bestempelt als luchtig en technisch, meer informatie gekregen over de op handen zijnde projecten van de overheid. Het Nationaal Jeugdparlement zal nu op zijn beurt de eigen ideeën op papier zetten, zodat de regering weet wat er onder de jongeren leeft. Alhoewel het Jeugdparlement nog geen concrete plannen voor de jeugd heeft horen voorbijkomen, is er tijdens het gesprek wel aangegeven dat er via de projecten van de Islamic Development Bank projecten voor de jeugd zullen worden ontwikkeld. Alberg geeft aan wat zij zelf gerealiseerd willen zien. Bij de presentatie van de minister van Financiën zeker, dan letten wij erop dat onze jeugd niet de dupe ervan wordt van al deze maatregelen die enkele genoemd zullen worden. Voor al die vormen van belastingheffing die zullen komen en ook nog andere zaken. Wij letten er zeker op dat altijd gelet wordt dat er een bepaalde jeugdbescherming komt op die zaken. Aldus Yvuel Alberg, voorzitter van de mediavoorlichtingsdienst van het Jeugdparlement. Gisteren na het gesprek met de regering. Als jeugdparlement moeten zij de jongeren informeren over de ontstane situatie. Afgesproken is om opnieuw bij elkaar te komen. Een nieuwe datum is echter nog niet overeengekomen. Alberg blijft erbij dat het belangrijk is dat via de nieuwe projecten er werkgelegenheid wordt gecreëerd voor de jongeren.